Dag dames en heren, hartelijk welkom. Deel 2 van de grote transitie en tot mijn groot plezier weer volle bak. Fijn dat u er allemaal bent. We gaan het vandaag niet hebben zoals de eerste keer over geld en over geldcreatie. Wie van u was daarbij? Vele. Ach kijk. Kijk, dat is hartstikke mooi. Er komt nog een deel 3 aan. Dit is deel 2 en vandaag gaan we het hebben over arbeid en alles wat ermee samenhangt. Toen wij kinderen kregen, ik heb twee jongens, 16 en 18 jaar oud inmiddels, maar toen wij kinderen kregen, toen besloten wij, zoals velen, we gaan dat fijn delen, die zorg. Dat hebben we ook gedaan. Dus ik ging anders werken en mijn vrouw ging minder werken. Niet zo politiek correct, maar goed, zo ging het. En mijn vrouw ging 2 dagen minder werken. En wat mij zo opviel, zij werkt bij De Gooi in Eemlanden, regionale krant in het Gooi, dat zij met die 2 dagen minder werken eigenlijk heel productief bleef. Ik vergelijk het een beetje met haar collega's, want dat is redelijk goed te volgen. De meeste artikelen verschijnen onder naam. En wat mij vooral zo opviel en zo bijgebleven is ook dat zij eigenlijk net zo productief was als iemand die fulltime werkte. En waar zit hem dat in? Ik weet het niet. Ik ben er niet op afgestudeerd. Het is maar gewoon een observatie. Maar waarschijnlijk omdat in die 3 dagen zij zich zo gecommitteerd voelde. En zo hard wilde laten zien dat ze ervoor ging. Dat ze uiteindelijk meer maakte dan mensen in diezelfde tijd deden die daar 5 dagen de tijd voor hadden. We leven in een tijd dat er een hoop aan het veranderen is. Deze serie heet niet voor niets de grote transitie. We leven in een tijd waarin we misschien wel naar een heel nieuw model toe gaan. Waarbij de vraag ook zo langzamerhand op tafel ligt, hoe moeten wij omgaan met arbeid? Is arbeid ook niet iets waar we zo langzamerhand eens heel goed over na moeten gaan denken als het gaat om verdeling? Is het wel zo logisch dat iedereen keihard werkt en alle tijd steekt in arbeid die je krijgen kan van je baas of van jezelf? Dat is het thema van vandaag. We gaan het hebben over arbeid en alles wat ermee samenhangt. Dat gaan we doen met 3 gasten, waarvan ik jullie straks de namen zal onthullen, maar 1 daarvan weet u vast al, de voorzitter van het FNV is onder andere hier, en 2 mensen die een licht ook laten schijnen op zeer deskundige wijze. Ik wil even beginnen met een filmpje van de New Economic Foundation. Dat is een Britse denktank. En ze hebben een buitengewoon aardig filmpje gemaakt van een paar minuten, wat ik jullie even wil laten zien over dit onderwerp. Laten we daarmee beginnen. There's a very strong feeling around that people want change, particularly in relation to how they use their time. People get on a kind of a treadmill where they live to work and they work to earn and they earn to consume. Money that you don't have to spend on things you don't need to create impressions that won't last on people you don't care about. Our suggestion is that we move slowly but steadily over a decade or more towards much shorter and more flexible paid working hours, with the ultimate goal of achieving something like a 21-hour week. Keynes wrote an essay in 1913 which he predicted that by this time people would be 4 or 5 times richer and would work, on average, only about 15 hours a week. About a year ago, we published a report called 21 Hours, which put these arguments on the agenda for the first time. And we were so overwhelmed by the kind of response that we got that we thought, well, there's obviously potential here. There's a growing interest in finding alternatives to business as usual. And more people are prepared to consider the case for redistributing paid and unpaid time. And it seems that social, environmental and economic interests are beginning to converge around this subject. We had a public lecture at the LSE and it was packed. We had more than 400 people there. The conventional wisdom says that in periods of hard times, such as the one we're going through, what we need to do is double down and work harder because we're poorer. That's the standard view, but it's a fallacy. One of the things about working hours is that it's one of the most powerful levers for making transformational change in a system, and also one of the most, I think, underappreciated ones. If you look at Germany and Denmark and the Netherlands in Europe, you'll find that they all have quite considerably shorter working hours than the UK, and they have very robust economies. Improving working hours provides us with what we call in economics a triple dividend possibility. Improving the employment picture,
improving ecological outcomes and improving quality of life. It spreads a diminishing amount of paid employment around more people, and it helps to cut the benefits bill. It will help to free up time so that people can spend time with their children, looking after elderly relatives, being better friends and neighbours, being more active citizens in their communities. It will also help to reduce carbon because the higher earners spend more money on energy intensive goods, so they have bigger carbon footprints. Countries who are on a path of work time reduction have lower carbon footprints and lower ecological footprints. Countries with higher hours of work have higher footprints. It's not about saying we can pass a law and get everyone to do things differently. It's about creating conditions, not about forcing people to change their behaviour. It's not a naive question to ask ourselves, what is the value of our time? What is the quality of our experience in that time? One has to try and recapture the idea that there is something called a good life to which wealth is a means, and orient our social institutions towards it. We want people to think about the idea, to get interested in it, to identify what the problems are, to come back to us, to challenge us, to talk about it in their workplaces, to talk about it in their families and homes, so that we can really generate a movement out there of people who want to carry this forward. Mijn eerste gast is geboren in 1988, studeerde aan de universiteiten in Utrecht en Los Angeles. Is schrijver en historicus, publiceerde voor de correspondent.nl een heel aardig artikel. Dat heet De oplossing voor bijna alles is minder werken. En hij is hier, Rutger Bregman. Dank. Grote eer om hier vanavond voor u te mogen spreken. Ik heb me laten vertellen dat er een luik hieronder zit. En dat als ik te lang spreek, dat ik dan verdwijn. Dus ik ga even een timer instellen die na een kwartiertje gaat gillen. Want we hebben het niet alleen over korter werken vandaag, maar ook over korter spreken. Laat ik dus meteen van wal steken. Ik kan eigenlijk niet anders beginnen, wat ook al even in het filmpje voorbij kwam, bij dat moment in de zomer van 1930, dat de beroemde econoom, ik denk zelfs de grootste econoom van de 20e eeuw, John Maynard Keynes, u kent hem wel, eigenlijk aan het begin van de Grote Depressie, een lezing gaf voor studenten in Madrid. Nou, dat was een idee waar hij al een tijdje mee zat te spelen. Wij kennen Keynes als iemand die ook had gezegd van ja, op de lange termijn zijn we allemaal dood. Dus laten we vooral niet te veel speculeren over wat er allemaal gaat gebeuren. Zeker niet als er zoveel mensen hun baan verliezen in die Grote Depressie. Maar nu had hij toch een idee opgevat om ietsje verder vooruit te blikken. En dan niet zomaar ietsje verder, maar 100 jaar vooruit naar 2030. En hij schreef dat op in een betoog getiteld Economic Possibilities for Our Grandchildren. Economische mogelijkheden voor onze kleinkinderen. En je kan werkelijk, nou ja, geen blad openslaan tegenwoordig. Of het nou The Economist is of Wall Street Journal. Deze jaren wordt eindeloos veel geciteerd uit dat essay. Het is echt fascinerend om zelf ook een keer te lezen. Een van de bekendste dingen daar natuurlijk aan is dat hij voorspelde dat we in 2030 dat we een werkweek zouden hebben van pak een beet 15 uur per week. Nou, hoe zouden we dat doen? Keynes zei, we worden rijker natuurlijk. Het BBP zal weer gaan groeien, ook na de Grote Depressie. We zullen, schatte hij, 4 tot 8 keer zo rijk zijn als nu. Nou, in werkelijkheid was Engeland is inmiddels al, geloof ik, 5 tot 6 keer zo rijk. Dus dat was een prima voorspelling. En we zullen een groot deel van die welvaart, van die extra welvaart, zullen we niet alleen omzetten in consumptie, in meer spullen, maar ook in vrije tijd. Dat was wat hij verwachtte. En in die zomer leek het eigenlijk alsof Keynes van een rare andere planeet kwam. Alsof hij zich bezighield met thema's die toen niet relevant was. Hij zei van ja, we zuchten nu onder een vlaag van economisch pessimisme. Maar je hoort mensen voortdurend zeggen dat dat tijdperk van economische vooruitgang die de 19e eeuw voor het grootste deel karakteriseren voorbij is. Dat doet ook enorm denken aan deze tijd. Het is nu ook in de VS is een groot debat aan de gang van of we nu in een tijdperk zouden leven van wat dan secular stagnation wordt genoemd. We zijn in een tijdperk van permanent lagere economische groei gekomen. Door dingen als de vergrijzing en door dat we op zo'n schuldenberg leven, et cetera, et cetera.
Anderen zeggen nee, dat is helemaal niet zo. Er verschijnt toevallig deze maand een boek dat al met behoorlijk wat tamtam is aangekondigd. Dat heet The Second Machine Age van twee economen van MIT. En die voorspellen dat we een groot deel van onze baan zullen gaan verliezen aan robots. Zelfs hoogopgeleide onder ons. Dus dat er dan veel meer ruimte is om minder te gaan werken. De grap is, dat zie je dus ook al terug in dat essay van Keynes. Hij zegt van ja, we zouden wel eens kennis kunnen gaan maken met wat hij een nieuwe ziekte noemde, namelijk technologische werkloosheid. Toen is dat niet helemaal uitgekomen, zoals u weet. Er was nog zat werkgelegenheid, zeker na de Tweede Wereldoorlog. Maar wellicht dat het deze keer anders is. Dat is ook een belangrijk argument in dat debat over minder werken. Nou, Keynes waagde zich dus in die stad aan de rand van de afgrond Madrid aan een blik vooruit. Zou het echt zo kunnen zijn dat we in 2030 maar 15 uur per week gaan werken? Wat volgens mij zo fascinerend is, is dat dat essay van Keynes, we denken nu ja, dat was visionair, dat was heel bijzonder. Nou, volgens mij valt dat wel mee, want Keynes was lang niet de eerste en zeker ook niet de laatste die dit dacht. Dit is min of meer de verwachting geweest gedurende een heel groot deel van de 19e eeuw. En eigenlijk tot aan, nou ja, pak een beet, 1970, 1980, waren eigenlijk alle grote denkers het wel min of meer erover eens dat een van de grootste uitdagingen van de toekomst zou zijn, hoe gaan we in hemelsnaam toch een era of een eeuw overleven met zoveel vrije tijd? Wat gaan we daar toch mee doen? Ik zal een paar voorbeelden noemen. Benjamin Franklin, die voorspelde al rond 1800 dat we ooit naar 4 uur per dag zouden gaan. John Stuart Mill, halverwege de 19e eeuw, die schreef dat we op termijn rijkdom het beste op konden zetten in meer vrije tijd. Moet natuurlijk wel de kanttekening worden gemaakt dat juist die industriële revolutie ervoor had gezorgd dat we harder waren gaan werken dan ooit. Dat weten niet veel mensen, maar de middeleeuwen waren in allerlei opzichten ellendig, maar ze waren niet zo heel druk, dat viel wel mee. Een Engelse boer die moest ongeveer 1600 uur per jaar werken om in zijn onderhoud te voorzien. Nou, een Amerikaan werkt geloof ik nu ongeveer 1800 uur. Dus wat dat betreft, als je rustig wil leven, had je beter in de middeleeuwen geboren kunnen worden. Maar dus in die 19e eeuw begint die werkweek enorm te stijgen. In sommige delen van Engeland wel naar 3000 uur per jaar. Dan heb je het echt over werkuren van 70 uur per week. Werkweken van 70 uur. Zonder vakantie, zonder weekend. Dat was een beetje de norm. Dat begint gestaag te dalen. Aan het einde van de 19e eeuw begint inderdaad datgene te gebeuren wat Keynes al in 1930 schreef. Dat tijdperk van enorme economische vooruitgang gaat van start. En het is echt fascinerend om te zien dat er in de jaren 30 bijvoorbeeld al een wet werd aangenomen in de Amerikaanse Senaat voor een 30-urige werkweek. Nou, dat is dus al in 1930. Die wet heeft het uiteindelijk niet gehaald. Die is gestrand in het Huis van Afgevaardigden. Maar dat staat wel een beetje symbool voor de ideeën die toen heersten. In 1956 bijvoorbeeld, Richard Nixon, die zei tegen zijn landgenoten dat ze op niet al te lange termijn nog maar 4 dagen hoefden te werken. Want nog even, nogmaals, dat was toen ook de verwachting en alle of machines zouden al het werk doen. Ik noem nog de Rand Corporation. U kent hem misschien wel eens, een invloedrijke denktank. Die dacht dat in de 21ste eeuw uiteindelijk nog maar 2% van de bevolking nodig zou zijn om te werken, betaald te werken. En rond 1970 was het echt volstrekt normaal onder sociologen om te spreken over, nou ja, het einde van het werk en over de aankomende vrije tijdsrevolutie. Maar ja, hier zitten we dan. Als Nederlanders, waar de burn-outs flink aan het oplopen zijn. Het aantal werkuren is gestopt te krimpen. Dus eigenlijk zie je dat als in het gehele Westen een fenomeen. Hier wordt nog wel vaak de denkfout gemaakt. Dan zeggen mensen, ja, individueel is het aantal uren werk nog wel gedaald, ook in de jaren 90. Je moet echter ook naar de arbeidsparticipatie kijken, want er zijn enorm veel vrouwen natuurlijk de arbeidsmarkt opgestroomd. En als je op gezinsniveau gaat kijken, dus het aantal uren werk, of aantal dagen werk, laat ik dat even nemen, per gezin, dan zie je nog steeds een hele stevige stijging. SCP schreef aan het begin van deze eeuw dat het, hadden ze berekend dat het, nou ja, een gezin ongeveer 5,5 dag betaald werkte in de jaren 50. En dat was toen gestegen naar 7,5 dag. Natuurlijk omdat de vrouw er ook bij was gekomen. Nou, als je dan ook nog bedenkt dat we meer tijd zijn gaan besteden aan het huishouden en 2 keer zoveel aan de opvoeding. Ja, dat gaat hard.
Het werpt nog niet echt vruchten af, geloof ik, die opvoeding, maar we doen ons best. Kortom, het is eigenlijk een doodsimpele vraag. Kunnen we niet opnieuw dat oude ideaal terugvinden? Dat oude idee van minder werken en een groot deel van onze welvaart omzetten in vrije tijd in plaats van consumptie. Kunnen we dat niet stap voor stap dat ideaal weer terugvinden? Wat ik zelf vaak merk als ik dat voorstel, de eerste reactie die mensen tegen mij hebben, zeggen: ja, Rutger, dat is een leuk idee, maar ik geloof alleen mensen die hun ideeën in de praktijk brengen. En ik zie je altijd heel hard werken, dus dat klopt niet. Jij maakt helemaal geen werkweek van waar pleit je voor 15 uur. Ik zie jou eerder 60, 70 uur per week werken, dus dat klopt niet. Dan kom je eigenlijk al meteen op een heel fundamenteel punt, namelijk dat het onderscheid tussen werk en vrije tijd enorm is gaan vervagen. Dat je heel erg moet afvragen, is werk niet een soort van nieuwe vorm van zingeving geworden? Vinden mensen het niet ook heel fijn om 5 dagen lekker weg te zijn van huis? Zouden ze dat niet liever 6 willen? Of zijn ze niet gewoon verslaafd aan hun werk? Ik wil daar mijn handen niet al te veel aan maken, want ik denk ook dat hier het fenomeen speelt dat hobby en werk zich zijn gaan vermengen. Dat speelt bij mij heel erg. Als je mij minder betaald werk zou geven, dan zou ik nog voor een groot deel min of meer hetzelfde doen. Je zou je kunnen afvragen, ben ik nu aan het werk? Ik krijg niet betaald in ieder geval. Ik weet niet hoe het bij jullie zit. Maar, dus dat is iets wat je wel in de gaten moet houden, wat het debat ook een beetje vertroebelt. Maar het tweede bezwaar wat ik dan altijd krijg, en dat is een belangrijker bezwaar, van ja, minder werk is leuk, maar voor welk probleem is het een oplossing? Ik bedoel, wat pakken we hier nou eigenlijk mee aan? En daar zat ik eens even over na te denken en ik kan eigenlijk maar één antwoord geven, namelijk ja, voor welk probleem is het eigenlijk niet een oplossing? Ik zou tot slot, ik zie dat ik nog 5 minuten heb, een paar van die problemen langs willen gaan. Het eerste is natuurlijk heel eenvoudig stress. We hebben het natuurlijk over medicalisering van de samenleving. En sommige mensen zeggen van ja, in de jaren 50 was je gewoon nog een beetje moe en nu heb je een burn-out. Nou, zit misschien voor een deel wat in, maar toch gaat maar vragen aan psychologen, psychiaters. Het is echt in opmars. Je ziet dat depressies en burn-outs, et cetera, zijn steeds meer gerelateerd aan ontslag en aan problemen op het werk. En onderzoekers hebben inmiddels uitgebreid geconcludeerd. Ik kan één onderzoek noemen van de Universiteit van Cambridge. Korter werken is echt dé manier om gezonder en gelukkiger te leven. Nou, klimaatverandering is natuurlijk evident. Ik noem een rapport van het Center for Economic and Policy Research. Die stelt dat als we echt wereldwijd een verschuiving beginnen in de richting van een kortere werkweek, dan zou de CO2-uitstoot deze week nog gehalveerd kunnen worden. Nou, Juliette Schoor, die zag je ook in het filmpje, die schat dat 10% minder werken de ecologische voetafdruk met zo'n 15% verkleint. Dit is een hele mooie en eenvoudige aanpak van het klimaatprobleem. Je kan het ook hebben over thema's als ongelukken op het werk, problemen en fouten die worden gemaakt. Er is inmiddels een hele uitgebreide wetenschappelijke literatuur die laat zien dat allerlei fouten die worden gemaakt, bijvoorbeeld in de medische wereld, maar een mooi voorbeeld is ook bijvoorbeeld het ongeluk met Deepwater Horizon, allemaal te maken heeft met mensen die overwerkt zijn. Ik moest ook denken bij het voorbeeld over de vrouw die minder gaat werken en ineens best productief blijkt te zijn. Aan een recent artikel dat ik las over dat mensen die creatief werk doen zo ongeveer 6 productieve uren per dag hebben. Nou, dat moet u herkennen. Al die PowerPoint-presentaties die u meekrijgt op uw werk, of al die eindeloze brainstorms of die uurtjes bij de koffieautomaat. Wij zijn, zeker als we een beetje intelligent werk doen, zijn we niet wezens die gemaakt zijn om 8-9 uur lang op een dag naast zitten denken achter een computer. Dat werkt niet zo heel erg goed. Een volgende thema is, dat valt natuurlijk nog af te wachten, dat is wat we de race tegen de machine noemen. Als het daadwerkelijk zo is dat steeds meer banen worden geautomatiseerd en dat die arbeidsmarkt zich uitholt eigenlijk van binnenuit, steeds meer middenklasse banen verdwijnen, dan moeten we grondig gaan nadenken over hoe we de overgebleven banen eerlijk kunnen verdelen. Een ander thema is emancipatie. Afgelopen zaterdag zat er nog een heel debat in NRC Handelsblad over hoe we dat toch eindelijk eens moeten gaan oplossen. Terwijl de oplossing mij zo evident als wat lijkt. Natuurlijk, de man moet ietsje minder gaan werken. Die moet eindelijk eens wat meer gaan poetsen en koken en stofzuigen en weet ik wat allemaal.
En de vrouw die zou ietsje meer moeten gaan werken. Je ziet ook dat Nederland echt kampioen deeltijdland. Relatief korte werkweken voor de vrouw. Maar ja, als je betaald werk en het onbetaald werk bij elkaar optelt, dan zijn vrouwen in heel Europa degene die harder werken dan mannen. Dat zie je ook nooit op dit soort opiniepagina's verschijnen. Maar knoop het in uw oren. Als je onbetaald werk gewoon meerekent of inschat op wat het waard is, want het is in principe natuurlijk even belangrijk als betaald werk, dan zie je dat vrouwen harder werken. Een interessant idee rondom de vergrijzingsthematiek vond ik wat een hoogleraar, James Vaupel, dat is een hoogleraar uit Zweden, die lanceerde de gedachte van, ja, is het nou eigenlijk niet raar dat wij die mensen die rond de 30, 40 zijn met hun hypotheken die onder water staan zo enorm laten overwerken, dat die hun kinderen moeten opvoeden in die tijd, dat die de langste werkuren draaien. Terwijl we straks steeds meer fitte senioren hebben, 60ers, 70ers, die nog door kunnen gaan, maar die niet aan de bak komen. Dat is typisch zo'n voorbeeld van wat wijst op de noodzaak dat we nu in een eeuw leven die voor een heel groot deel zou moeten gaan, niet zozeer over de herverdeling van welvaart, natuurlijk, dat is ook een groot thema, maar ook over de herverdeling van tijd tussen man en vrouw. Ik noemde het net al, maar misschien ook wel tussen jong en oud. Nou, dat zijn zomaar een paar ideeën waar volgens mij minder werken voor een groot deel een antwoord op zou moeten bieden. En dan zouden we tot slot ook moeten herinneren volgens mij, namelijk een andere vraag die dan wordt gesteld. Ja, maar willen mensen dit wel? Ja, ik ben dat maar gewoon op gaan zoeken. Je hebt peilingen die hiernaar worden gedaan. En dan, ja, ik heb er geloof ik 3-4 verschillende gevonden van vacaturebank.nl, TNS Nipo, TNO heeft ook een peiling gedaan. En al die peilingen zeggen, ja, we willen graag minder werken. Maar ja, waarom doen we het dan niet? Heel simpel, omdat we bang zijn dat we onze baan verliezen. We willen er best wat koopkracht voor inleveren, maar iedereen is bang op individueel niveau dat als je echt die keuze maakt, dat je uiteindelijk niet mee kan komen op het werk. Dus daar zou ik ook mee willen afsluiten met die boodschap. Dat je het debat over minder werken niet kan afdoen met de dooddoener. Ja, dat is een individuele verantwoordelijkheid. Want wat blijkt, peiling na peiling blijkt, individueel zeggen mensen stuk voor stuk, ja, ik wil minder werken. Je hebt het echt over cijfers van 80-90% van de Nederlanders die dat zegt. Maar ze doen het niet. En ze doen het niet omdat anderen het ook niet doen. Als ik dan nog tot slot een mooi citaat erin mag knallen van mijn lievelingsfilosoof Bertrand Russell. Oh, daar gaat mijn timer al. Ik ben nog niet weggezakt, gelukkig. Het was een grapje. Bertrand Russell was ook zo een van die grote intellectuelen van de 20e eeuw. Die zei, we gaan uiteindelijk naar een 4-urige werkdag. En Wat ik heel hoopvol vind aan zijn visie op minder werken, is dat hij ervan uitgaat dat juist als we meer vrije tijd hebben, dat we dan ook die tijd, dat we in staat zullen zijn om die tijd nuttig en zinvol te gaan besteden. Je ziet juist in overwerkte landen als de VS, waar mensen enorme lang werkuren draaien, dat daar het meeste televisie wordt gekeken, 5 uur per dag. Dat er de meeste hamburgers worden gegeten. En wat Bertrand Russell zei, en dan sluit ik echt af, als mensen niet moe zijn in hun vrije tijd, zullen ze ook niet naar passief en platvoers vermaak verlangen. Dus dat goede leven van Skidelsky, dat kunnen we volgens mij best aan, als we maar de tijd ervoor hebben. Dank u wel. Wie van u zou eigenlijk minder willen werken? Als ik gewoon zou vragen. Sorry, wat is? Wat is werk? Dat is betaald werk hebben we er vooral over. Ja, nee, betaald werk. Ja, dat is, als het goed is leuk werk, betaald werk. Betaald werk, leuk werk, maar betaald werk. Nou, dat is toch een aanzienlijke groep. Dus wat dat betreft klopt dat wel. Mijn volgende gast, dames en heren, is econometrist. Was verbonden aan het Sociaal-Cultureel Planbureau. Deed onderzoek naar de arbeidsmarkt. Werkte 2 jaar voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. En is nu buitengewoon hoogleraar arbeidsverhouding aan de Universiteit van Amsterdam. Een applaus graag voor Paul de Beer. Ja, het aardige van econoom zijn in crisistijd is dat je regelmatig wordt uitgenodigd om iets te komen vertellen over de oorzaken van de crisis.
Wat al tamelijk bijzonder is, want zoals u allemaal weet, economen hebben de crisis niet voorspeld. Maar worden nu wel geacht te kunnen zeggen wat we moeten doen om uit de crisis te komen. En dus ook dat laatste, om aan te geven wat je nou zou moeten doen. Als ik voor zo'n bijeenkomst word uitgenodigd, dan zie ik van tevoren al, als ik de vraag krijg wat er gedaan moet worden, de meewarige, om maar niet te zeggen afkeurende blikken voor mij van mijn collega-economen, als ik een antwoord ga geven op die vraag. Mijn antwoord is namelijk stevast dat we korter moeten gaan werken. En als er iets is wat economen niet vinden deugen, is het idee dat we korter moeten gaan werken. Mijn redenering is, ja, waarom zouden we niet allemaal bijvoorbeeld 10% korter gaan werken, om te zorgen dat de 10% ongeveer van de bevolking die aan de kant staat, die niet aan het werk komt, een plaatsje op de arbeidsmarkt te bieden. Economen komen dan altijd met een standaard argument, dat heet de, in hun terminologie, de lump of labor fallacy. Namelijk, degene die pleiten voor arbeidstijdverkorting zouden denken dat we een gegeven hoeveelheid werk hebben, in uren uitgedrukt, een gegeven taart, en als we de stukjes van de taart wat kleiner maken, dan kan je dus meer stukjes uit de taart halen. Hun redenering is, nee, dat zo werkt dat niet. Als ze korter gaan werken, terwijl mensen dat eigenlijk liever niet zouden doen, dan gaan ze bijvoorbeeld hogere looneisen stellen, of ze gaan de regels ontduiken. Ze gaan misschien minder efficiënt werken, waardoor uiteindelijk de taart als geheel kleiner zal worden en we er dus helemaal niks wijzer van worden en er geen banen bij komen. Deze lump of labor fallacy is eigenlijk het standaard argument voor economen om te zeggen, laten we dat nou niet doen. Dat levert uiteindelijk niks op. Dat betekent overigens niet dat economen per definitie tegenstander zijn van korter werken. Maar je krijgt wel vaak de indruk. Als ze echt trouw zouden zijn aan hun eigen basis, uitgangspunt, de zogenaamde homo economicus, dat is iemand die volkomen rationeel zijn eigen belang najaagt, dan kunnen ze er eigenlijk geen bezwaar tegen hebben dat als mensen korter willen werken, als ze ook bereid zijn daarvoor wat in te leveren in termen van loon, dat ze dan ook korter zouden kunnen gaan werken. En inderdaad, er zijn gelukkig maar weinig economen die er een wezenlijk bezwaar tegen hebben dat we tegenwoordig nog maar ongeveer de helft van het aantal uren per week werken wat we 100 jaar geleden werkten. Als we welvarender worden, kunnen we er in principe voor kiezen. Willen we de extra uren, de extra welvaart die we genereren besteden aan extra inkomen om goederen en diensten te kopen? Of willen we die extra welvaart gebruiken om minder te gaan werken, om het uitbetaald te krijgen in zekere zin in vrije tijd? En blijkbaar hebben we de afgelopen eeuw, sinds laten we zeggen zo rond 1900, nadrukkelijk gekozen om op zijn minst een deel van onze welvaartsgroei om te zetten in vrije tijd. Want anders waren we nu niet inderdaad om over de helft van de wekelijkse arbeidsduur van 100 jaar geleden. Maar zoals Rutger Bregman net al aangaf, de laatste pakweg 20, 25 jaar lijkt dat proces van geleidelijk aan korter werken tot staan te zijn gekomen. De laatste 25 jaar zijn we gemiddeld in een volledig jaar, ik heb het anders over mensen met een volledige baan, een voltijdbaan, zelfs 3% meer uren gaan werken als we de vakantiedagen en dergelijke meenemen. Terwijl in het kwart eeuw daarvoor we gemiddeld in een jaartijd bij een volledige baan juist een kwart minder gingen werken. Dus 25 jaar lang in totaal 25% korter werken per arbeidsjaar en de laatste 25 jaar zijn we juist weer 3% langer gaan werken. Rutger heeft ervoor gepleit om de draad eigenlijk weer op te pakken van oude denkers als Franklin, Mill, Keynes en ook wat recenter zelfs iemand als Nixon. Het probleem vind ik wel dat als je ervoor pleit om eigenlijk een nieuwe ronde van arbeidstijdverkorting te gaan doorvoeren, dat je ook serieus moet afvragen waarom dat proces nou precies 20, 25 jaar geleden gestagneerd is. En ik wil vooral proberen die vraag in mijn bijdrage te beantwoorden. Want wat blijkt eigenlijk, naarmate we rijker worden, wordt tijd schaarser. Dat lijkt vreemd, want dankzij onze welvaartsstijging, ik gaf het al aan, kunnen we juist voor kiezen om minder te werken. We hebben minder uren werk nodig om in onze levensbehoeften te voorzien. Hoe valt het dan toch te verklaren dat in zekere zin tijd schaarser wordt als we rijker worden? Dan moeten we ons realiseren dat die welvaartsstijging van de afgelopen 100 jaar voor een groot deel te danken was aan het feit dat we productiever zijn geworden. Ook dat is al aangegeven door Rutger. Per uur produceren we nu aanzienlijk meer dan 100 jaar geleden. Als je het precies gaat uitrekenen, dan blijkt zelfs dat we per uur ongeveer 15 keer zo productief zijn als een gemiddelde werknemer van rond 1900. Deels komt dat omdat we beter zijn opgeleid, maar vooral komt het natuurlijk doordat we inderdaad allerlei machines, computers, robots hebben die het werk voor ons uit handen nemen en ons veel efficiënter maken.
En we kunnen ons dus permitteren om daardoor minder te gaan werken. Maar de keerzijde van die productiviteitsstijging is dat we voor ieder uur dat we minder werken in feite ook meer inkomen gaan opofferen. Dat wordt door economen wel genoemd de schaduwprijs van vrije tijd. Vrije tijd is ogenschijnlijk gratis, als je er tenminste geen rekening mee houdt dat je in dat uur dat je vrije tijd hebt natuurlijk ook had kunnen werken. En het inkomen wat je in dat uur werkt, wat je had kunnen werken, zou kunnen verdienen, dat is de schaduwprijs van vrije tijd. En dat betekent dus dat als de beloning van een uur werken hoger wordt, dat in feite ook de prijs van een uur vrije tijd hoger wordt. En blijkbaar vinden we langzaam maar zeker dat die prijs niet meer voldoende tegen elkaar opweegt. En dat hangt misschien samen met het feit dat inderdaad die prijs langzaam ook steeds hoger wordt. Om het even beeldend uit te drukken. In 1970 moest een gemiddelde werknemer ongeveer 3 uur werken om voldoende te verdienen om 1 LP, een langspeelplaat. Ik hoop dat iedereen in de zaal nog weet wat het is, te kunnen kopen. Dus als je 3 uur korter ging werken, dan offerde je 1 langspeelplaat op. Tegenwoordig hoef je nog de gemiddelde werknemer minder dan 1 uur te werken om een gemiddelde cd te kunnen kopen. En dat betekent dus eigenlijk dat je als je 3 uur gaat werken, dat je dus aanzienlijk meer opoffert dan je 40 jaar geleden deed. Blijkbaar vinden we vrije tijd die prijs niet waard. Ik denk dat dat voor een deel ook te maken kan hebben met een ander aspect. Niet alleen het feit dat we in feite meer opofferen voor de uren die we niet werken, maar ook dat we tot op zekere hoogte inkomen meer zijn gaan waarderen dan vrije tijd zelf. En dat kan te maken hebben met het feit dat in toenemende mate, naarmate we rijker worden, we in feite meer waarde hechten aan zogenaamde statusgoederen. Goederen waarmee je kunt onderscheiden van anderen. En het probleem van statusgoederen is dat die een soort nulsomspel vormen. Als de een meer status weet te verwerven, heeft de ander haast automatisch minder status. Want een samenleving waarin iedereen een hoge status zou hebben, daarin zou status in feite geen betekenis meer hebben. Dus allemaal jagen we achter die goederen aan die ons status verlenen. Maar als iedereen dat doet, dan moet je nog harder rennen dan de anderen om te zorgen dat je niet op achterstand komt te staan. De eerste bezitters van de iPhone konden daar ongetwijfeld veel status aan ontlenen. Maar als ik nu een iPhone uit mijn zak haal en u laat zien, dan zult u niet denken van, goh, hij heeft een iPhone. Want wie heeft tegenwoordig geen iPhone of iets vergelijkbaars? Of iets vergelijkbaars, zeg ik. Nou ja, het is toch in ieder geval een minderheid die zijn vinger opsteekt. Het gevolg daarvan is, van zo'n statusjacht, dat we gemiddeld genomen daar niet gelukkig door worden. Degene die wint in de statusrace natuurlijk wel. Degene die een goed heeft dat een ander niet heeft, kan daar wel degelijk gelukkiger, meer tevreden door worden. Maar een ander zal daardoor op achterstand raken en gemiddeld genomen blijken we allemaal eigenlijk ongeveer even gelukkig met wat we hebben. Tenzij we rekening houden met het feit dat we er ook allemaal nog harder voor moeten gaan werken. Mijn stelling is dat we inderdaad naarmate we rijker worden aan status steeds meer belang gaan hechten. Echt werd het 100 jaar geleden al op een briljante wijze verwoord door de Amerikaanse econoom Thorstein Veblen, die het boek schreef The Theory of the Leisure Class, eigenlijk een satirisch boek, waarin hij beschrijft hoe de rijken uit die tijd zich probeerden te onderscheiden van het gewone volk via wat hij noemde conspicuous consumption, zou kunnen zeggen opzichtige consumptie. Een voorbeeld wat hij gaf, en we kennen dat allemaal uit de film en de boek The Great Gatsby, het aanrichten van grote feesten, overdadige feesten, die eigenlijk vooral het doel hebben om aan anderen te laten zien hoe welvarend en hoe rijk je bent. Een ander aspect, en dat is natuurlijk ook de reden waarom het boek heette The Theory of the Leisure Class, dat de mensen die status hadden in die periode zich vooral ook die status wisten ontlenen aan het feit dat ze zoveel vrije tijd hadden. Het feit dat je niks nuttigs deed, was in die tijd een belangrijke reden om status aan te ontlenen. Hoe minder je deed eigenlijk, hoe meer tijd je kon besteden aan die feesten, hoe meer status je had. En dat is naar mijn idee een situatie die 100 jaar later 180 graden is omgedraaid. De mensen met de hoogste status zijn tegenwoordig niet de mensen met de meeste vrije tijd, want dat zijn de werklozen en die staan juist onderaan in de pickorde, maar juist de mensen met een drukke baan. En zeker degenen die er ook nog prat op gaan dat ze druk hebben en dat ze nooit tijd hebben voor andere zaken. Ik heb ruim 10 jaar geleden in mijn proefschrift een vergelijking gemaakt door uit te zeggen dat het werk tegenwoordig de opzichtige consumptie, de conspicuous consumption is, die Veblen juist 100 jaar geleden in verband bracht met vrije tijd.
De hedendaagse Amerikaanse econoom Robert Frank heeft een aardig gedachte-experiment gedaan om te zien hoe dat werkt. Hij zei, stel je voor, je mag kiezen uit twee werelden waarin je kunt leven. In de ene wereld verdien je zelf, wereld A, 50.000 euro, maar de andere mensen in die wereld verdienen 70.000 euro. Of een wereld B, waarin jij 40.000 euro verdient en andere mensen verdienen gemiddeld 30.000 euro. Ik ga de vraag hier niet voorleggen, want u bent volgens mij geen doorsnee van de bevolking. Maar als je dan de doorsnee van de bevolking vraagt, dan blijkt dat een duidelijke meerderheid kiest voor wereld B. Mensen hebben liever een wat lager inkomen als ze daarmee hoger staan in de rangorde in hun land, als ze meer verdienen dan anderen. Maar doe je hetzelfde ten aanzien van vrije tijd, dan blijkt het omgekeerde beeld ontstaan. Ga je aan mensen vragen, leef je liever in de wereld C, waarin jij 5 weken vakantie per jaar hebt en de andere 7 weken vakantie? Of leef je liever in de wereld D, waarin jij 4 weken vakantie hebt en de andere 3 weken vakantie? En dan bleek uit zijn onderzoek dat de meeste mensen juist voorkeur geven aan een absolute hoeveelheid vrije tijd. Dus eerder kiezen voor die 5 weken vakantie dan voor de 4 weken vakantie. En het minder erg vinden dat andere mensen nog meer vakantie hebben. En dat komt dus omdat je aan vrije tijd in feite geen status ontleent. De waarde van vrije tijd is niet gerelateerd aan de status die het oplevert, terwijl het inkomen wat je verdient wel gerelateerd is aan de status die je oplevert. En daarom is er een sterke prikkel als anderen meer gaan verdienen om zelf ook meer te willen verdienen, terwijl dat effect veel minder duidelijk optreedt ten aanzien van vrije tijd. Nou, de gevolgen daarvan, we zien het om ons heen, ook al duidelijk aangesneden door Rutger Bregman. Ieder individu afzonderlijk maakt in zekere zin een rationele keuze en beslist dat hij of zij beter maar wat meer kan verdienen door meer te werken om daarmee zich te kunnen onderscheiden van anderen. We jagen elkaar allemaal op in de rat race en uiteindelijk zullen sommige mensen daar wel beter van worden, degene die winnen in de rat race, maar gemiddeld lijden we alleen maar onder stress, onder burn-outs, onder in feite gebrek aan tijd. Wat zou de oplossing hiervoor kunnen zijn? Er zijn misschien enkelingen die aan deze rat race weten te ontsnappen, die er zelf voor kiezen om korter te werken, om inkomen op te leveren, in te leveren en daarmee ook te verliezen aan status. En voor wie die keuze wil maken is dat natuurlijk prima. Alleen naar mijn stelling zou het een illusie zijn om te menen dat die enkelen die daar nu voor kiezen, dat die uiteindelijk een voorhoede zullen vormen voor de grote groep die hen daarna zal volgen. Om de simpele reden dat het kiezen voor minder werk je geen status oplevert. Integendeel juist. En dat is nou precies het verschil met de tijd van Veblen, toen korter werken, toen vrije tijd wel status opleverde. Ik denk dat als de optelsom van individueel rationeel gedrag collectieve dwaasheid is, dat je het niet aan het individu kunt overlaten om daar een oplossing voor te bedenken. Sympathieke initiatieven die in het verleden zijn genomen onder de noemers van onthaasting of consuminderen, laten dat ook zien. Hoe sympathiek die initiatieven ook zijn, ze hebben nooit brede navolging gekregen. Ik denk dus dat we moeten kiezen voor een meer collectieve aanpak, waarbij we zorgen dat er een grote hoeveelheid mensen andere keuzes gaat maken, waardoor er op een gegeven moment een omslagpunt wordt bereikt, waardoor er misschien daarna de rest ook meegaat. Nou, in theorie is de meest effectieve manier om het dan aan te pakken om de hoeveelheid werk per persoon te gaan rantsoeneren. Een vaste aantal uren wat je per huishouden of per persoon kunt werken. Bijvoorbeeld 60 uur per gezin. Of als we iets soepeler zijn, laten we het dan nemen over een heel mensenleven. Want de ene fase van je leven heb je misschien behoefte aan meer tijd. De andere fase van je leven heb je misschien meer behoefte aan inkomen. De Franse futuroloog Fourastier heeft in de jaren 60 al voor gepleit om langzamerhand te gaan naar een arbeidsleven van 40.000 uur. Dat komt ruwweg neer op 20 uur per week gedurende 50 weken per jaar gedurende 40 jaren per leven. Of 40 weken per jaar 50 jaren per leven, dat weet ik even niet meer precies, maar het komt op hetzelfde neer. Het zal natuurlijk duidelijk zijn dat het invoeren van zo'n rantsoneringssysteem veel praktische bezwaren stuit en ook veel maatschappelijke weerstanden zal oproepen, omdat het waarschijnlijk gepaard gaat met een forse ingreep in de persoonlijke levenssfeer. En het roept ook associaties op met tijden waar we liever eigenlijk maar niet meer aan terugdenken. En ook de ervaringen die in Frankrijk zijn opgedaan onder president Mitterrand, die heeft aangekondigd in de jaren 80, de werkweek gaat naar 35 uur.
leveren nou niet bepaald een ervaringen op waarvan we zeggen, daardoor word je erg optimistisch over de effecten ervan. Sterker nog, die 35 uur wordt door sommige economen weer aangegeven als reden om te verklaren waarom het in Frankrijk economisch niet zo goed gaat. Een vergelijking met milieubeleid kan ons leren dat misschien een minder drastische maatregel uiteindelijk effectiever zou kunnen zijn. Pleidooien voor het verbieden van de uitstoot van bepaalde stoffen roepen altijd veel weerstanden op. Bijvoorbeeld een kwotum instellen voor schadelijke stoffen roept ook vaak weerstanden op. Maar het beprijzen van milieuvervuiling, oftewel het belasten van milieuvervuiling, is langzamerhand een steeds populairdere methode geworden. Onder het motto de vervuiler betaalt. Iets soortgelijks zou je ook kunnen voorstellen ten aanzien van arbeid. Ook alweer meer dan 30 jaar geleden, 1983, bepleitte de filosoof Bert Hamminga in zijn artikel Opstaan voor iemand bestaat niemand het idee om een bonnensysteem in te voeren voor arbeid. Als je het totaal aantal bonnen voor het aantal gewerkte uren vaststelt, dan kun je die bonnen vervolgens vrij gaan verhandelen. En als je meer uren wil werken, dan moet je dus gewoon meer bonnen kopen. En op de markt ontstaat er dan een soort evenwichtsprijs, een marktprijs voor bonnen. En dat is eigenlijk de waarde van die we aan werk toekennen. En mensen die meer uren werken, die moeten dus gewoon meer betalen. Mensen die minder uren werken, hoeven minder te betalen. Waardoor je ook nog automatisch een herverdeling krijgt van mensen die veel werken naar mensen die weinig werken. Eigenlijk is hetzelfde principe als verhandelbare emissierechten die we nu ook toepassen bij CO2-uitstoot. Het voordeel is natuurlijk dat je geen absolute beperking oplegt aan het aantal uren wat mensen werken, maar dat je wel zorgt dat mensen die meer uren willen werken er ook meer voor moeten betalen. Dus een of andere vorm van het belasten van veel werken, of misschien, dat klinkt al snel sympathieker, het fiscaal ondersteunen van mensen die minder werken, zou naar mijn idee zeker het overwegen waard zijn. Al erken ik dat ook hier natuurlijk altijd wel weer problemen zullen ontstaan. Eigenlijk blijkt het ook uit het verhaal van Rutger van ontduiking. Want hoe stel je nou precies vast wat echt werk is en wat vrije tijd is? Het voordeel is in ieder geval als mensen proberen te ontduiken door meer in hun vrije tijd te werken, dat ze er inderdaad ook niet voor betaald krijgen. Maar wie ook dat nog te ver gaat, wie vindt dat het belasten van werk eigenlijk toch een beetje raar is in deze tijd van werkloosheid, die zou dan misschien uiteindelijk het maar moeten, het heil moeten verwachten van een moreel appel op de bevolking. Dat zou eigenlijk een omkering zijn van de oproep die Rutte vorig jaar aan het Nederlandse volk heeft gedaan om het Centraal Planbureau te verslaan door meer te gaan besteden, door meer te gaan consumeren. En mijn idee zou Rutte er goed aan zijn om dit jaar aan het Nederlandse volk een andere oproep te doen, namelijk om minder te gaan werken. Zolang er zoveel mensen aan de kant staan die graag aan het werk zouden willen gaan, zolang er iedere maand duizenden mensen worden ontslagen, getuigt het naar mijn idee meer van vaderlandsliefde door bereid te zijn wat in te schikken, wat aantal uren in te leveren en in te schikken voor de mensen die willen gaan werken, dan door meer te gaan consumeren. En paradoxaal genoeg zou dat ook nog heel goed kunnen zijn voor onze economie. Want als de werkloosheid daardoor gaat dalen, doordat mensen inschikken en er plaats komt voor de werklozen, zullen mensen ook minder bang zijn om een baan kwijt te raken. En zullen ze de toekomst met meer vertrouwen tegemoet kunnen gaan zien. En zoals we vorig jaar ook uitgebreid gehoord hebben, vertrouwen is de basis voor economisch herstel. Ook al zitten we nu al 5 jaar in de crisis, Nederland is nog altijd rijk genoeg om zich makkelijk te kunnen permitteren om korter te gaan werken. Wat we daardoor misschien verliezen aan potentiële productiecapaciteit zal ruimschoots worden gecompenseerd door de winst aan vrije tijd, de winst aan ontspanning, sociale contacten en door het afnemen van stress, van de rat race en van de statusjacht. Hopelijk vinden we dan eindelijk de tijd terug die we verloren hebben in ons streven naar steeds meer van te krijgen. Dank u. Paul de Bier. Ik wil graag Ton Heerts naar voren vragen. De voorzitter van de vakcentrale FNV. We hebben hier nu een aantal belangrijke dingen gehoord. Misschien wil jij hier ergens positie kiezen. Lekker links. Ja, lekker links, ja. Voor de kijker rechts, inderdaad. Ja. Ze gaan die dingen wel vaak, hè, de politiek. Denk je dat je heel links bezig bent, blijkt het toch hartstikke rechts te zijn. Ja, lastig is dat. Goed, Ton, om te beginnen met de opmerking van Keynes. Zie je die 15-urige werkweek, waar blijft die eigenlijk? Ja, als ik dit allemaal luister, dan ik kom net weer uit een hele praktische bijeenkomst met schoonmakers. Die volgens mij meer willen werken, maar dat kunnen ze niet om rond te komen. En dan zie ik dit en dan
zie ik allemaal beleidsopties. Ja, die 15 uur, dat lijkt me gewoon in het huidige tijdsgericht niet realistisch. Ik zie wel dat te veel mensen veel te veel uren werken. En dat er dus, dat zei Paul denk ik heel goed, een groot aantal mensen ook daardoor werkloos zijn. Of ze daar echt ongelukkig mee zijn, dat is ook in individueel geval nog maar weer te beoordelen. Want heel veel werklozen vermaken zich ook weer prima. Ik vind dat vind ik dus best lastig om te zeggen, nou dat zou zus en zo moeten. Want ik zit als ik dit ook luister, denk ik altijd meteen aan die betaalbaarheid van het levensonderhoud. Omdat uiteindelijk heel veel mensen natuurlijk ook in hun levensonderhoud moeten kunnen voorzien. En die moeten natuurlijk wel inkomen genereren om uiteindelijk uit te geven om te leven. Die schoonmakers die hebben een probleem daarmee. De lonen zijn eigenlijk te laag om daar met een normale hoeveelheid uren een fatsoenlijk bestaan uit te halen. Ja, als ik zie grote delen van onze achterban, die schrapen de baantjes bij elkaar om aan de hoeveelheid, niet zozeer omdat ze zoveel uren willen werken, maar om aan het inkomen te komen om te kunnen leven. Dat is eigenlijk een van de allergrootste problemen van mensen aan de onderkant om die uren bij elkaar te sprokkelen en dat inkomen te kunnen genereren. En aan de andere kant heb je dus een aantal mensen die zoveel verdienen dat ze eigenlijk hard werken, maar die zouden eigenlijk vanwege hun inkomens- of vermogenspositie eigenlijk helemaal niet meer hoeven te werken. Wie zijn de werklozen op dit moment? Ja, dat is denk ik veel te veel. Laten we daarmee beginnen. Er zijn veel te veel mensen werkloos. Ik denk dat het een heel gemêleerd gezelschap is. Sommigen zijn hoog opgeleid en toch werkloos. Anderen hebben hun leeftijd niet mee, om het netjes te zeggen. En weer anderen hebben geen werk omdat ze onvoldoende zijn opgeleid of omdat er gewoon te weinig werk beschikbaar is voor waar ze voor opgeleid zijn. Als je naar de leeftijdsopbouw kijkt van de werklozen, hoe ziet die leeftijdsopbouw eruit? Ja, ik denk dat we aan het begin van even gemiddeld genomen, stel dat je rond tussen de 18 en 22 op de arbeidsmarkt komt, hoewel sommigen ook nog weer eerder op de arbeidsmarkt komen. Dan zit een deel van het probleem aan het begin. En een groot deel, dat doet toch al zijn intrede vanaf 40, 50. Maar zeker in begin 50, 55, dan wordt het echt heel erg ingewikkeld in de huidige tijd. Maar klopt het dat in verhouding twee keer zoveel jongeren werkloos zijn als ouderen? Je zegt het op een manier dat het waar moet zijn. Dat zou zomaar waar kunnen zijn. Nee, maar ik verbaas me erover dat jongeren zijn relatief goedkoop. Zijn flexibel, zijn voor werkgevers daarmee denk ik juist heel makkelijk. En toch zijn ze heel vaak werkloos. En dat vind ik een wonderbaarlijke paradox. Ja, ik was laatst bij een aantal... ik hoorde laatst van een aantal... Dat was, ik meen, bij de Albert Heijn. Die heeft een heel gericht aannamebeleid van 15- en 16-jarigen... die zo hoog mogelijk moeten zijn opgeleid. Want hun arbeidsethos is dus nog hoger, want daarna willen ze gaan studeren en dat willen ze nu al gaan verdienen. Waardoor we eigenlijk ook alweer een tweedeling creëren van mensen die misschien dat ook wel zouden willen, die krijgen juist dat baantje niet. En anderen die de studierichting ingaan, die krijgen juist dat baantje en doen dus eigenlijk twee dingen tegelijk. Inkomen genereren om de studie te kunnen betalen, waardoor de achterstand van anderen waarvoor die arbeid niet is weggelegd, nog veel problematischer wordt. Daar heb ik al grote moeite mee, dat als dat soort, we hebben er nog niet echt een vinger achter kunnen krijgen, maar als dat soort zaken zich echt grootschalig gaat voordoen, dan wordt onze samenleving nog verder gesplitster. En dan vinden we het wel weer raar dat een aantal van die jongeren op een gegeven ogenblik zaken uithalen waar niemand echt vrolijk van wordt. Ik wil je even terugnemen naar de jaren 80. Jij bent, ik wou zeggen een kind van de jaren 80, maar wel iemand die in de jaren 80 op de arbeidsmarkt is gekomen. Dat was een periode dat het niet makkelijk was. Studeren was iets dat deed je omdat je het leuk vond. En werken was een keuze. Was voor jou meteen duidelijk wat je wilde gaan doen? Nee, om het heel eerlijk te zeggen, was het beter volgens sommigen dat ik van de HAVO ging. En toen ben ik bij de Koninklijke Marechaussee terechtgekomen. En daar heb ik ook nog geen minuut spijt van om. Nee, maar dat was jouw. Maar goed, je had wel werk daarmee. Ja, ik had direct werk. En het goede nieuws was dat je ook direct inkomen had. En zelfs meer dan mijn studerende vrienden. Die pas op veel latere leeftijd dat zijn gaan inhalen. En sommigen moeten dat nu nog bij.
Nee, maar ja, je zegt het met een glimlach, maar dat is natuurlijk een groot probleem. Dat was de verloren generatie die er, als je nu naar de cijfers kijkt, uiteindelijk wel bijgetrokken is. Ik behoor ook tot die generatie. Gemiddeld gesproken is het allemaal dik goed gekomen. Maar het heeft soms wel 15 of 20 jaar geduurd. Zeker. Het was ook een periode dat de vakbeweging, met het, via het akkoord van Wassenaar, een krachtig stelling nam. En zei, wij vinden als vakbeweging ook, samen met de werkgevers uiteindelijk, dat er een herverdeling van arbeid moet plaatsvinden. Wat was de gedachte erachter? Ja, om de werkloosheid grotendeels natuurlijk te bestrijden. Wij hadden ook nog wel een ander argument, dat vinden we overigens nog wel steeds, dat de regie over het leven zo autonoom mogelijk moet zijn bij het individu. Daar is niets aan veranderd. Dus als mensen zelf minder willen werken en men kan dat ook qua inkomen realiseren, dan willen we daar ook aan meewerken. Wij vinden dat heel erg belangrijk, die keuze voor vrije tijd. Maar je moet natuurlijk wel een vorm van basisinkomen hebben. Dat wordt overigens, zag ik op mijn stoel, ook nog hardgrondig bepleit hier. Ik zeg daar verder niks mee. Maar de keerzijde van het akkoord van Wassenaar en ook het introduceren van veel meer flexibele arbeid, dat is hier en daar ook wel flink doorgeschoten. Want? Nou, de arbeid is hier en daar zo flexibel geworden dat mensen weer uit een samenstel van delen allemaal zoveel arbeid weer bij elkaar moeten sprokkelen om het inkomen te kunnen genereren. Maar wat ging er nou ten principale goed met die afspraken die daar gemaakt zijn? Nou, ja, er is natuurlijk veel over gezegd over het akkoord van Wassenaar. Ik denk dat het in die periode, net zoals het sociaal akkoord nu, dat je doet iets en je probeert iets te bewerkstelligen, maar pas later zal blijken of het succesvol is. Nou, ik denk dat het akkoord van Wassenaar in ieder geval een grote relatie en een relatie bevorderde tussen werkgevers en werknemers in zijn algemeenheid. Ja, het heeft voor stabiliteit gezorgd, dat mag je zeggen, langdurige stabiliteit. Ja. Je kunt zeggen, daar hebben we economisch de vruchten van geplukt, maar de werkloosheid, die werd er niet minder op. Nee, dus althans niet op korte termijn. Nee, dus dat is ook niet echt, dat is daardoor niet echt gelukt. En hoe komt dat? Want uiteindelijk lag daar een unieke doorbraak, er lag een unieke afspraak waarbij gezegd werd, we gaan ook kijken naar arbeidstijdsvermindering, waardoor meer mensen aan de bak zouden moeten kunnen. Nou, ik denk dat, kijk, als Nederland helemaal op een eiland zou leven, dat is natuurlijk niet zo, ook al in die tijd niet. De grootste groei halen wij toch nog steeds over een hoge eigen productiviteit in eigen land en een goede exportpositie. En dat is op dit moment nog steeds zo. En die binnenlandse besteding, kijk, het grootste probleem nu is nog steeds dat die binnenlandse bestedingen achterblijven. En ondanks dat ik dacht dat ik net Rutte even zag, die oproep om meer te besteden, ja, dan moet je het wel hebben. En ik maak me dit jaar echt enorme zorgen over dat we weliswaar in woord heel graag zouden willen dat we door de crisis heen zijn, dat we er doorheen zijn. Maar aan de andere kant weten velen van ons, maar ik in ieder geval, dat heel veel mensen dit jaar op de werkloos zullen worden en niet meer in de verzekeringen terechtkomen, ook niet in de voorzieningen. En dat armoede eerder dit jaar voor grote groepen zal toenemen in plaats van afnemen. Dus die tweedeling, dat is nog steeds wel een van de allergrootste problemen, denk ik, in ons land. Waarom werkte die herverdeling van arbeid toen niet? Ja, dat is ook weer niet overal zo, want op sommige plaatsen heeft hij denk ik ook wel gewerkt. Zeker als het goed planbaar was en is, dan kan dat nog wel werken. Maar klopt het wat Paul de Beer zei? Paul had het over de lump of labor fallacy. Dat de taart wordt in feite klein, mede omdat mensen hogere lonen gaan eisen. Dat is wat er toen gebeurde. Ja, die hogere lonen, dat zit er wel in. Als je nu zegt, ik was vorige week bij een staking, dat doen we tegenwoordig ook weer. Hoe schrijf je dat? Nou, dat is niet zo ingewikkeld. De FNV laat duidelijk van zich horen. Dus dat doen we ook bij Philip Morris, deden we dat in Bergen op Zoom. En daar spelen ook allerlei zaken rondom dat werkgevers, met name bedrijven die geleid worden uit buitenlandse managers. Daar zie je nu heel nadrukkelijk. De arbeidstijdverkorting en zo, dat vindt men allemaal vreselijk ingewikkeld. En dat wil men eigenlijk allemaal opruimen. Maar het loon wat er destijds mee in samenhang was, dat wil men niet teruggeven. Dat vindt men eigenlijk allemaal maar gezeur over die paar uren. Dus daar hebben we ook wel een speciale Nederlandse situatie. Dat zie ik ook zo nog maar niet opgelost worden.
Wat er nu gezegd is, hè, de pleidooi wat hier aan deze, op dit podium klinkt voor arbeidstijdverkorting. Op een andere manier omgaan met de koek, zou ik maar zeggen. Hoe staat de FNV daarin? Nou ja, we zijn altijd voor gezond debat, anders was ik hier niet. Maar ik vind het wel ingewikkeld voor welke groep dat dan nu gerealiseerd kan worden. Want er zijn hele grote groepen waarvan ik denk, ja, dat is heel. Als die dit zouden aanhoren, dan denken ze minder werken. Beste meneer de vakbondsvoorzitter, wat is de vrouw hoor? Ik wil juist meer werken, want ik kan gewoon niet rondkomen. En de andere kant is er een grote groep die dat denk ik wel zou kunnen. En er is niets mis mee, integendeel, dat die wat minder zouden gaan werken. Overigens heb ik het liefst dat de hoogste inkomens iets minder inkomen gaan krijgen in plaats van minder werken. Maar misschien komt dat dan vanzelf. Als je naar de groep kijkt waarvan jij zegt, die zouden het zich moeten kunnen permitteren. Zou de FNV zich er hard voor willen maken? Dat denk ik wel, maar ik, ondanks wat Paul volgens mij suggereerde, dat het moet groot en collectief worden afgesproken, hebben wij ook wel door de jaren heen geleerd dat je erg moet opletten met alles collectief te willen aanvliegen. Want je kunt allemaal wel zeggen, nou dan moeten we dat zus en zo doen. Ik dacht op een gegeven moment even, nou wie gaat dit allemaal controleren? Krijgen we ook nog de vrije tijdspolitie? Maar dat. Dat is niet maakbaar. Ik geloof niet dat Nederland, daar moet ik heel eerlijk in zijn, in het Europese verhaal en in de globaliserende wereld en de wereldeconomie, waar Nederlandse bedrijven helemaal in zitten, dat dit iets is wat we zomaar in Nederland kunnen regelen en ons misschien ook helemaal niet kunnen veroorloven meer langs de inkomenspolitieke kant. Nou, met name langs de inkomenspolitieke kant. Ja, maar die wat inkomenspolitiek is herverdeling, toch? Dat gaat niet over. Sorry, de inkomenskant. Niet okay. De politieke kant van de inkomen. Ja, okay. De inkomenskant. Maar de vraag is dan nog wel, waarom zou Nederland dat niet kunnen doen? Je hoort ook in het eerste filmpje waar we deze bijeenkomst mee begonnen, dat ook vanuit het buitenland gerefereerd wordt als Nederland, als een van de gidslanden. Waar mensen weinig werken, maar waar de economie toch fantastisch draait. Ja. Dus wij zijn al in zekere zin anders dan de rest. Dat laatste moeten we denk ik een tikkeltje voorzichtiger mee zijn. Ook ben de laatste weken een paar keer stevig in Groningen ook geweest. Nou, dan moeten dit soort verhalen. Ik denk niet dat dat zo daar begrepen wordt. Waar zoveel op het spel staat qua werkgelegenheid. Maar het klopt wel. Maar ik denk dat op zichzelf in Nederland we het helemaal niet slecht doen. Maar dat komt door dat relatief veel gezinnen, dus niet individuen of samengestelde gezinnen, dat daar die 60 uur, daar kan je even van twisten of dat nou 55 is of 65, maar dat relatief in ons land best veel gebeurt. Maar waarom zou Nederland dan niet een eigenstandige positie in kunnen nemen? Waarom zouden wij niet kunnen zeggen, waarom zou de vakbeweging, de FNV niet kunnen zeggen, wij gaan nu als onderdeel van de onderhandelingen, gaan wij eisen dat mensen een maximum aantal uren per gezin bijvoorbeeld werken? Dat zie ik niet 1, 2, 3 ons nu op dit moment eisen. Wel die vrijheid over de tijdsbesteding. Dus als dat individuele keuzes zijn, dan lijkt ons dat prima. Maar op het moment dat we zeggen, nou, er moet minder gewerkt worden, zullen heel veel leden direct zeggen, ja, maar ik wil wel hetzelfde blijven verdienen. En daar ga je dan, want dat is dan precies de val van de jaren 80. Toch? Ja, maar ik zeg ook niet dat we in die val moeten trappen of dat wij er tegen zijn. Maar ik zie dat zomaar economisch, financieel niet onderbouwd worden dat we dat zo zouden kunnen realiseren. Als het om transitie gaat, waar staat de FNV op dit gebied? Nou, wij zijn op zichzelf, vinden we zelf, een moderne vakbeweging, maar wij gooien natuurlijk niet zomaar oude schoenen weg voordat we nieuwe hebben. Dus wat dat betreft is het nog wel een lange weg te gaan. Maar heel veel van dit soort afspraken kunnen natuurlijk binnen de bedrijven gemaakt worden. En heel veel individuen kunnen ook zelf met hun werkgever heel veel uren best veel afspreken rondom de uren. Ik geloof niet dat er heel veel werkgevers zijn of dat er een norm is dat als je minder werkt dat je er dan niet meer bij hoort. Maar bergen komen pas echt in beweging als er een hoop mieren tegenaan duwen. En je zegt, je kunt op bedrijfsniveau afspraken maken, zeker. Maar als het collectief van de FNV dat niet belangrijk vindt, dan gebeurt er helemaal niks. Nee, maar dat collectief. Dat collectief moet dan een vertaling krijgen naar het overheidsbeleid. En de werkgevers in ons land moeten het daar ook nog mee eens zijn. Maar ik denk dat bijvoorbeeld heel veel werkenden niet werknemers zijnde. Wij spreken steeds meer over werkenden, omdat je natuurlijk werknemers hebt en heel veel ZZP'ers. Dus dat noemen wij werkenden.
dat heel veel ZZP'ers dat ook al wel doen. Maar die moeten dan wel voldoende inkomen hebben om hun eigen levensonderhoud of hun eigen levensstandaard. De een neemt genoegen met dit en de ander neemt genoegen met dat. Daar is natuurlijk al heel veel mogelijk. Maar ik zie ons niet zomaar, tripartiet heet dat dan, maar met de overheid en de werkgevers dit soort afspraken maken wat we op dat punt in de jaren 80 hebben gemaakt. Nee, dus, maar goed, er is wel wat ruimte, maar niet te veel. Het is niet zo dat de FNV zeg maar nu denkt, god, nee, misschien zouden we het wel heel graag willen, maar ik ben ook wel erg van dicht bij de grond blijven. Het moet wel kunnen. Ja, goed. De federatie nee zeggende volhouders, was dat de afkorting? Nee hoor. Oh. Ik wil graag jullie beiden even erbij vragen. En dit is ook het moment waarop, wat mij betreft, jullie ook van harte uitgenodigd worden om als jullie wat vinden of vragen, dan onthoud heel even om daarin te participeren. Ja, misschien jullie beiden even, als je het verhaal van Ton hoort, wat denken jullie dan? Nou, ik ben eerst wel benieuwd. Ik denk dat ik eerst de professor aan het woord moet laten over hoe het mis is gegaan met arbeidstijdverkorting in de jaren 80. Ja, nou, het toeval wil dat ik daar een jaar geleden achteraf een analyse van gemaakt heb. En toen tot de conclusie kwam dat de belangrijkste reden waarom de arbeidstijdverkorting in de jaren 80 weinig heeft bijgedragen aan bestrijding van de werkloosheid, is dat die arbeidstijdverkorting voor een groot deel niet in praktijk is gebracht. Er werden wel afspraken gemaakt in cao's over van 40 uur naar 38 uur. Als je gaat kijken naar de CBS-statistieken over het feitelijk gewerkte aantal uren, dan zie je, met de uitzondering van de publieke sector, dat voor een groot deel van de economie niet gerealiseerd is. En dan is het natuurlijk niet zo gek dat afspraken over arbeidstijdverkorting ook niet resulteren in meer banen. Want als mensen niet korter gaan werken, hoef je die uren ook niet op te vullen. En was het dus eigenlijk achteraf vooral de manier waarop werkgevers de vakbeweging zover hebben gekregen om akkoord te gaan met loonmatiging. Want de vakbeweging wilde graag, kreeg dat uiteindelijk voor elkaar. Kreeg het voor elkaar, maar wel tweede punt, voor loonmatiging. Wat Ton straks maakte, klopt het ook dat inderdaad het in de praktijk ertoe leidde dat mensen ook meer salaris wilden voor die mindere uren die ze maakten? Nou, dat kun je niet zeggen, want die loonmatiging die is merkwaardig genoeg eigenlijk doorgegaan, ook nadat het proces van arbeidstijdverkorting stagneerde. Want dat duurde een jaar of 3-4 tot ergens 1985, 86. Toen was er in veel bedrijfstakken 36, 37, soms 38 uur, dat varieerde een beetje. En daarna is er eigenlijk nauwelijks meer iets afgegaan, want dat is nu nog steeds in de meeste bedrijfstakken de standaard arbeidsduur. Maar die loonmatiging is wel doorgegaan. Blijkbaar was ook de vakbeweging langzamerhand tot de conclusie gekomen dat loonmatiging ook wel een geschikt middel was om meer banen te creëren en de economie te stimuleren. Naar mijn idee, overigens om het nog wat ingewikkelder te maken, werd dat mede mogelijk gemaakt omdat van het economisch herstel in de jaren 80 vooral, als je het zo mag zeggen, werd geprofiteerd door vrouwen. Vrouwen kwamen toen, vooral getrouwde vrouwen, massaal de arbeidsmarkt op, kregen massaal deeltijdbanen. Dus in dat aspect van herverdeling van werk of arbeidstijdverkorting werd wel gerealiseerd. Er kwamen ontzettend veel deeltijdbanen bij, waardoor inderdaad nu Nederland deeltijdkampioen is. En doordat zoveel vrouwen gingen werken, ging in veel huishoudens het gezinsinkomen wel omhoog, terwijl het inkomen van de mannelijke kostwinner eigenlijk op de nullijn zat. En daardoor kon er extra worden uitgegeven, omdat gezinnen gewoon meer gingen verdienen dankzij het inkomen van de vrouwen. En dat heeft weer mede de economie. Ja, Rutger, want we hebben het steeds over mannen en vrouwen eigenlijk als één groep. Maar vrouwen zijn juist degene die heel veel part-time werken op dit moment. Dus als het gaat om herverdelen van arbeid, moeten we niet gewoon zeggen, we hebben het over mannen eigenlijk primair? Nou ja, ik zei al, kijk, volgens mij als we het hebben over een nivelleringsfeestje of iets dergelijks, dan moet het één groot nivelleringsfeestje van tijd worden. Tussen onbetaald en betaald werk, tussen mannen en vrouwen, tussen jong en oud, tussen werkloos en werkenden. Noem maar, op, dat zou in heel veel opzichten gelijk getrokken moeten worden. Ton kijkt heel moeilijk nu. Kijk, wat ja, ik vind, nivelleringsfeestje zat ik nog even. Oh, word je niet, ja, ik dacht, je haakt ergens op. Maar. Dat is natuurlijk, ik bedoel, naast geld is natuurlijk tijd het grote schaarse goed, van, zeker van deze tijd. Er was een tijdje geleden verscheen weer een nieuwe SCP-rapport over hoe Nederlanders hun tijd besteden. Ik vind dat altijd fascinerende rapporten. Ik vind het ook heel fascinerend dat het bijna geen aandacht krijgt. Ik bedoel, het zoveelste loze rapportje van het CPB dat toch niet uit gaat komen, dat vinden we fantastisch. Maar een heel erg interessant en
intensief onderzoek naar iets wat, nou ja, wat we daadwerkelijk doen. Van waar besteden Nederlanders eigenlijk hun tijd aan? Er is weinig aandacht aan. En wat blijkt nou? Dan bleek dat er eigenlijk niet zo heel veel veranderd was sinds de vorige keer. Nederlanders hebben het drukker gekregen sinds de jaren 80. Van ongeveer 44 naar 48 uur per week. Als je het hebt over zorg en betaald en onbetaald werk en onderwijs en zo. Allemaal bij elkaar. Maar Heert zegt ook. En, ja, luister. Allemaal heel leuk en aardig. Die discussie is heel interessant en heel relevant. Maar er is een ook forse groep in Nederland. Die heeft helemaal niks te kiezen. Ja, maar dat is een beetje een dooddoener. Want daar hebben we het toch ook helemaal niet over. Niemand zegt dat als iemand tegen het minimumloon aanzit, dat de schoonmaker of zo van, je moet nu, de tijdspolitie komt zo langs, je moet minder gaan werken. Daar nou, je buurman wel. Het gaat erom dat er, als je gewoon kijkt, je kan het gewoon onderzoeken. Er zijn talloze peilingen gedaan. Heel veel Nederlanders geven zelf aan, persoonlijk, ja, ik wil minder werken. En ik ben bereid daar een stukje koopkracht voor in te leveren. Ton Heerts? Ja, waarom kunnen we dat soort data niet serieus nemen? Nee, die data kunnen we wel. Maar ik denk dat we wel met de beide benen op de grond moeten blijven staan. Dat voor grote groepen aan de onderkant. Ja, maar dat ontken ik ook niet. Nee, dus voor een deel zal dit, denk ik, voor de midden- en hogere inkomens zal dit wellicht op geld doen. Mm-hmm. Maar voor een groot deel aan de onderkant is dit absoluut. Die hebben geen vrije keuze. Maar de vraag is waarom de vakbeweging dat in de jaren 80 dan wel acceptabel vond. Toen verdienden de schoonmakers het vijfde moment dan nog minder dan ze nu verdienen. Toch werd toen niet gezegd, we gaan alleen de arbeidstijdverkorting doorvoeren aan de bovenkant. Toen was het echt idee, we gaan het met z'n allen doen. Iedereen doet eraan mee. Iedereen levert in zekere zin naar evenredigheid in. Ja. En dan worden we er ook allemaal beter van, want daardoor komen er meer mensen aan het werk. Hoeven we minder uitkeringen te betalen. Dat is uiteindelijk niet gelukt overigens, maar dat was wel de gedachte achter. Ja. En juist als je het gezamenlijk doet, is het denk ik ook voor mensen met een lager inkomen, makkelijker te accepteren dat zij misschien ook even pas op de plaats moeten maken. Dit is vergelijk met de jaren 80. Ja. Nou, op dit moment past het mij niet. Ik zie te veel gevallen van mensen met een laag inkomen. Die kunnen echt helemaal geen pas op de plaats maken. Dit is wel een manier van redeneren steeds een anekdote brengen. Ik ben ergens geweest in Groningen om bredere trends te weerleggen. Ik begrijp best dat er voor heel veel mensen problematisch is. Maar je kan niet steeds een argument weerleggen door te zeggen, ja, ik heb laatst die ontmoet en die vond het niet zo'n goed idee. Ik vind wel dat je realistisch moet zijn. En ik ben wel iemand. Ja, dat mag. Maar ik ben wel iemand, ik kom op voor de mensen die het zwak hebben. En daar sta ik voluit en 100% voor. Prachtig, maar Paul de Beer zegt... Ja, maar in de jaren 80 was het daar eigenlijk significant slechter voor juist de onderkant. Ja, en toen kon het wel. En toen was de FNV als een van de grootste vakbeweging, was daar toen wel voor. Maar ik vind, om nu even van de jaren 80 naar nu, naar 2014... Maar wat is er dan anders? Wat is er principieel anders? Nou, ik denk dat de wereldeconomie, die drukt ons wel steeds meer met de neus op de feiten. Dus je kunt niet als Nederland nu zomaar een bepaalde trend keren. Dat is echt onmogelijk. Maar ik hoor jou daar eigenlijk verholen een ander argument onder benoemen. Namelijk, het kost geld. Is dat wel zo? Kost het wel geld? Nee, ik denk dat voor heel veel mensen, die zouden juist, dat zou ik een groot goed vinden, dat die geld inleveren. Maar economische schaal gezien. Want je vergelijkt steeds, je haalt de wereldeconomie erbij. Dat is Bernard Wintjes een beetje. Die zegt dat ook altijd. Ja. Ja, een beetje. Maar kost dat wel geld? Misschien moet jij dat beantwoorden. Nou ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Ik begon inderdaad met die redenering van de meeste economen die beweren dat het uiteindelijk leidt tot een minder efficiënte economie. En dan zou het je concurrentiepositie kunnen aantasten. Maar als dat waar zou zijn, en terecht werd er inderdaad gewezen op het filmpje waar we aan het begin zagen. Nederland werkt gemiddeld al veel minder uren per werkende dan de meeste andere landen. En ondanks dat hebben wij nog altijd een uitdaging. Maar er moet even geen misverstand zijn. Als het kan, ben ik ervoor. Ja. Hè? Dus we moeten even niet denken van hij is tegen minder werken. Helemaal niet. Want ik hoop dat zo heel veel leden voldoende verdienen dat ze de keuze zouden kunnen hebben om minder te werken. Okay, goed, ik ga wat vragen toestaan, maar ik ga er wel heel streng in zijn. Ik wil geen referaat, ik wil geen hele lange verhalen, dus kort bondige vragen graag. Ja, we hebben het over de grote transitie. Een transitie gaat over fundamentele systemische verandering, wat integraal gebeurt. En we zitten nu heel erg te focussen op die uren. Ja, en volgens mij moet er een integraal antwoord komen. Moeten we het over het belastingstelsel hebben op het inkomen? Moeten we het inderdaad over de uren hebben? Moeten we het over verdeling hebben, over een basisinkomen? Dus ik zou graag de discussie wat breder willen trekken. Wie? Mag ik? Ja. Ja, haalt me de woorden uit de mond.
Want het is natuurlijk inderdaad helemaal waar dat de manier om collectief minder te gaan werken is door mensen gratis geld te geven. Dat is een historisch beproefd methode. Als we inderdaad overgaan zouden gaan op een basisinkomen, is ook meteen het argument getackled voor de onderkant die zegt van ja, sorry, hier heb ik geen zin in, want ik maak me zorgen over mijn inkomen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat inderdaad die ideeën van een basisinkomen en als je het idee van korte werk ook echt serieus wil nemen, die zijn echt onlosmakelijk met elkaar verbonden, denk ik. Het is niet toevallig dat bijvoorbeeld de Skidelskys daar ook op terugkomen in een boek. Ton, eerst even heel kort, reactie erop. Ja, basisinkomen, ben ik even voorzichtig. Wat is er voldoende voor wat een minimumnorm is aan basisinkomen? 1000 euro per maand. Ja, het is allemaal makkelijk gezegd, even 1000 euro. Maar ik weet niet, ik kom toch gewoon heel veel in de dagelijkse praktijk. En volgens mij is het allemaal heel ingewikkeld. Ik ben erg voor dat je dat breder moet zien. Ik zie in de komende jaren een enorme verschuiving wat uit nu nog de goed betaalde professionele zorg komt. Wat eigenlijk in de vrije tijd schuift als het gaat om dus allerlei voorzieningen die nu nog vanuit het verzekeringsstelsel komen. Denk maar aan de AWBZ en de grote decentralisaties. Zullen we grote verschuivingen krijgen dat mensen naast hun betaalde baan ook een aantal uren onbetaald zorg zullen gaan vullen. En als je dat meerekent, dan ben ik daarvoor. Ik denk dus dat heel veel mensen genoegen zullen moeten nemen met minder uren betaald werk, terwijl ze feitelijk wel veel meer netto uren zullen moeten werken, ook maar dan onbetaald en voor anderen. Ik heb twee dingen. Eén graag. Nee, maar ik doe ze allebei, want dat helpt mij nadenken. en jullie misschien ook, ons. Als vrije tijd weer een luxe goed zou moeten worden, dan helpt het natuurlijk wel als juist rijke mensen het zich kunnen veroorloven om minder te werken. Wordt het een luxe goed. Maar dat staat me ook een beetje tegen. Hè? Want dan kunnen alleen maar bepaalde mensen doen. Ik ben nu even geen ZZP'er, maar stel ik ben ZZP'er, kan ik 200 euro per uur verdienen. Mijn dochter die verdient 6 euro per uur. Eigenlijk heb ik dus de neiging om haar als het ware vrij te kopen. Want ik kan wel, 20 mensen vrijkopen. 1 uur vrijkopen in de tijd dat ik 1 uur werk. Daar zou ik even op door willen denken. Gewoon bij wijze van gedachte-experiment. Zou het niet nuttiger zijn om juist mensen die weinig geld per uur verdienen, om die op een of andere manier vrij te kopen. Uiteindelijk krijg je natuurlijk gewoon nivellering. Dat vindt meneer Heerts wel een verkeerd woord, maar ik denk wel dat het daarop uitdraait. Dat vind ik helemaal geen verkeerd woord. Maar even eerst een reactie daar. Ik hoor dat hier een oplossing is, maar wie? Ja, nou ja, de gedachte vind ik op zichzelf sympathiek. Het probleem is alleen als je mensen aan de onderkant die lage lonen verdienen zou vrijkopen, zoals u het zegt, dan vrees ik dat in de huidige situatie hun status zeer zou aantasten. Want ze zouden dan ook zijn mensen die weer afhankelijk zijn van anderen die hun moeten onderhouden. En als dat alleen voor bepaalde groepen wordt ingevoerd, betekent dat waarschijnlijk dat ze daar erg op worden aangekeken. Zoals uit alle onderzoeken ook blijkt dat werklozen zich veel minder gelukkig voelen dan bijvoorbeeld gepensioneerden. Simpelweg omdat je als je werkloos bent, word je eigenlijk geacht wel te werken en heb je eigenlijk geen recht op dat inkomen, om het maar even simpel te zeggen. Ik heb de afgelopen weken professor Smalhout mogen interviewen. Die ligt nog wakker van het feit dat hij geen werk meer heeft. Ja, oké. Okay. Dus er zijn sommige gepensioneerden voor wie dit ook geldt misschien, ja. Het is een enorme drijvende kracht om elke week weer de Telegraaf vol te pennen. Maar goed, het status is natuurlijk wel een heel belangrijk punt, want dat is, zeg jij in jouw betoog net, is eigenlijk dat de crux waar alles om draait. Want als je aan die schroef die status heet weet te draaien, dan krijg je mensen misschien ook zover dat ze anders over misschien nog even denken. Toelichting een status klinkt, dan snel zo, ja, dan moeten mensen maar niet status belangrijk vinden. Er zijn een tal van onderzoeken die laten zien, medische, sociaal-psychologische onderzoeken die laten zien dat de relatieve positie die mensen innemen vaak ontzettend belangrijk is. Bekend is ook het onderzoek van Engelse onderzoek Wilkinson, die ook laat zien dat ongelijkheid als zodanig vaak een oorzaak is van allerlei maatschappelijke problemen. Omdat mensen die achterblijven op alle mogelijke manieren daar nadelen van ondervinden. Niet alleen omdat ze aan status hechten, maar omdat je relatieve positie in onze samenleving vaak ontzettend belangrijk is voor allerlei andere maatschappelijke sferen. Zeg je daarmee niet dat het gewoon feitelijk bijna ondoenlijk is om daar iets aan te veranderen? Nou, om het helemaal te laten verdwijnen wel. Dus er zal altijd ongelijkheid blijven, er zal altijd statusverschil zijn. Maar in sommige landen zijn die verschillen veel groter dan andere landen. Dus je kunt er wel degelijk wel wat aan doen. Ja, ik heb een,
Ik heb daar een oplossing voor, denk ik, een deel ervan. Want aan het rijtje rantsoeneren, beprijzen en een moreel appel doen, zou ik willen toevoegen verleiden met daarbinnen ook nog eigen keuzes voor de mensen. En dat is binnen de Belastingdienst. Dan ga je de tarief ga je zo toepassen dat per economische eenheid, als je daarbinnen een optimale verdeling laat zien van je talenten op betaald werk en je thuiswerk en het zorgwerk, dat je dan in een lagere schaal komt te vallen. En dat kan dan ook nog met die schuif, kun je ook nog schuiven in de richting van mensen die meer uren moeten mogen maken om aan hun inkomen te komen. Dus volgens mij hebben we gewoon al zo'n instrument. Dat heet de Belastingdienst. En verzin er maar een mooie heffingnaam voor. Ja, ik ben ook wel, is het niet ook zo dat het voor werkgevers momenteel nog veel aantrekkelijker is om één iemand te laten overwerken? Dus helemaal onbeschoft is om twee mensen parttime aan te nemen, omdat je dan veel meer, je moet meer investeren per werknemer in opleidingskosten en weet ik wat. Aan werkgever, daar zijn ze zeker in geïnteresseerd, want dan nemen ze een deel van het risico ook niet op het moment dat een werknemer ziek wordt. Dat is een van de grote dilemma's die ze hebben. Dus die zijn inderdaad eerder geneigd om dat te doen wat je nu zegt. Maar die groep eigenlijk die een beetje werkgever is, een beetje werknemer is. De groep van bijna 1.800.000 ZZP'ers. Je kunt op je kop gaan staan, maar als je tegen een ZZP'er zegt, ga je eens even een beetje minder werken, daar ga ik zelf over. Ja. Die bereik je toch helemaal niet? De praktijk is natuurlijk dat heel veel ZZP'ers nu minder werken, omdat ze geen opdrachten kunnen krijgen. Dus die brengen het eigenlijk al in de praktijk. Sterker nog, mede dankzij die ZZP'ers die minder opdrachten hebben en dus minder werken, is de werkloosheid in Nederland minder opgelopen dan anders het geval zou zijn. Dus eigenlijk brengen de ZZP'ers dit al ongewild in praktijk. Ja, maar als je als ZZP'er meer kan werken, zal je het ook doen. Wat betekent nou meer inkomen? Ja, daar gaan dat ze. Zou kunnen. Dat kan, maar dat varieert. Oh, er zijn mensen die doen. Ja. Oké, heel goed. Wacht even. Ja, mag niet zo uit. Ik denk dat we. Ik voel me op de een of andere manier toch een beetje het idee dat jullie wat missen aan de maatschappij. Ik ga een bepaalde kringen kom rond en daar zie ik mensen die al heel lang niet aan de bak zijn. En ik zou het woord radicaliseren bijna gebruiken. Nu niet over moslim-extremisten, maar dan hebben we over mensen die gewoon zich afkeren aan de maatschappij. En die krijg je nooit meer terug. En heel veel mensen in deze zaal die werken heel hard en die hebben leuke banen en zo. Die zijn allemaal betrokken bij maatschappelijk leven. Maar er is een onderlagend vormen. Die ben je voor altijd, voor de rest van hun leven ben je die kwijt. Omdat zij nooit weer aan een baan komen. Omdat ze nu geen baan krijgen. Omdat ze de maatschappij op een zeer agressieve manier worden behandeld. En daar heb je een probleem. Dat is een interessant punt. Want even ook de parallel met de jaren 80. Toen gebeurde voor een deel precies hetzelfde. Toen was er ook een groep die de rug naar de maatschappij keerde. En ook voelde dat de maatschappij zich naar hen toe de rug toe keerde. Nou, dat is ook bijvoorbeeld een punt met het basisinkomen. Hè? Dat mensen zeggen van, ja, dat moet je niet doen, want dan gaan mensen niks meer doen of zo. Dan keren ze zich ook af, gaan ze lekker rentenieren op dat schamele basisinkomentje. Bertrand Russell had daar een schitterende uitspraak over, waar niet eigenlijk over. Die zei van, ja, er zal altijd een kleine groep zijn van mensen die op een bepaalde manier freeride op zo'n systeem. En er zal altijd een groep zijn van kunstenaars en intellectuelen of weet ik veel wat. En dat noemde Bertrand Russell dan al diegenen die we verachten als ze leven, maar bewonderen als ze dood zijn. Die op een andere manier gebruik zullen maken dan veel van ons zouden wensen van die vrije tijd. Maar ik denk eerlijk gezegd dat je niet voortdurend op dat soort uitzonderingen, op dat soort anekdotisch materiaal, je algehele beleid moet vormen. Of je idee. Maar de angst dat er een ondergroep, maar dat er een categorie ontstaat die niet meer te bereiken valt. Nou ja, dat is een serieus probleem. Bijvoorbeeld ook als het gaat over, nou ja, dan kom ik weer op de opkomst van robots. Het zou heel goed kunnen dat er ergens in de loop van deze eeuw een hele klasse van mensen ontstaat die gaat groeien, waarvan werkgevers zullen zeggen van, ja, die hebben gewoon zo weinig vaardigheden. Ik wil ze niet aannemen en zelfs voor geen enkel loon. Want ze zullen sowieso mijn geld kosten. Nou ja, dat zijn wel echt allemaal dingen. Ik denk echt dat de notie, wat echt een 20e eeuwse notie is, dat je sowieso, als je geld wil hebben, moet werken, dat echt een notie is die meer en meer zal gaan schuren in deze tijd. Zeker naarmate de arbeidsmarkt zich verder en verder uitrolt. Paul, is er de reële angst dat er zo'n categorie gaat ontstaan? Ja, het lastige hiervan is dat dit een hele oude angst is, zoals Rutger zelf ook eerder al heeft aangegeven, die nooit is uitgekomen. Maar nu wel. Nou ja, dat is natuurlijk de vraag. Kijk, als onderzoeker ben ik toch eerder geneigd, de ervaring in het verleden hebben geleerd dat er altijd weer nieuwe activiteiten worden gecreëerd op een of andere manier. Zelfs als je kijkt in Nederland naar het aantal banen waarvoor in principe geen scholing vereist is, dat aandeel in de totale werkgelegenheid is al 40 jaar stabiel in Nederland.
Ondanks het feit dat heel veel ongeschoolde arbeid in de landbouw, in de industrie is verdwenen. Maar er zijn wel allerlei nieuwe ongeschoolde banen voor in de plaats gekomen. Nou ja, Ton heeft natuurlijk al gewezen op schoonmakers. Dat zijn er ongetwijfeld nu meer dan 50 jaar geleden in de sfeer van bezorging van pakjes bijvoorbeeld. Couriersdiensten, surveillancewerk in de horeca, in de zorg natuurlijk. Ontzettend veel laaggeschoold of soms zelfs ook voor een deel ongeschoold werk. Ik ben niet zover dat ik denk dat er een situatie gaat ontstaan waarin er voor mensen met een lage opleiding helemaal geen meer werk meer is. Waarmee ik niet van zeg dat hun positie makkelijk is of dat ze goed verdienen, integendeel. Maar de toekomstvisioen van een robotsamenleving waarin heel veel werk echt niet meer gedaan hoeft te worden en dus heel veel mensen niet meer aan het werk komen, ik zie daar voorlopig nog niks van komen. Daar hoeven we ons niet op voor te bereiden in ieder geval. Pardon? Daar hoeven we ons niet op voor te bereiden. Ik denk het eigenlijk niet, nee. Dat is net zoiets als voorbereiden op de komst van de marsmannetjes. Precies, dat laten we nog even mee wachten, ja. Ik wou zeggen dat in het begin van de jaren 70 er heel veel gesproken is over het basisinkomen. De grote auteur was toen Theobald. Ik heb dat ook wel eens verdedigd en veel agressie over me heen gekregen. Maar ik heb er toen iets aan toegevoegd. Je zou ook het omgekeerde kunnen doen, namelijk een arbeidsplicht voor iedereen invoeren. Dat kan dat effect van zo'n onderlaag tegengaan. Dat kan ook het een tijd lang vrijwillig niet werken legitimeren. Dus die combinatie zie ik wel iets in. Ik wil nog één ding zeggen tegen die collectieve oplossingen. Besef wel, als jij als universiteit iemand 12 jaar met een enorme investering als medisch specialist gaat opleiden en je gaat zeggen, ja, je mag nu maar 20 uur werken, want we moeten het werk verdelen. Dat is absurd. Dat is een gigantische verspilling. En ik zou ook niet graag willen dat een briljant iemand als Rutger opeens 20 uur gaat werken. Dus ga dan die salarissen maar aanpakken van die medisch specialisten. Maar ga niet tegen een briljante wetenschapper zeggen, je moet minder werken, want dat moeten we nu eenmaal samen verdelen. Dat is echt een gigantische verspilling. Ik wil graag van jullie alle drie er even een reactie op. Nou, ik geloof niet dat hier iemand ervoor gepleit heeft om die specialisten verbieden om meer dan 20 uur te werken. Nee, het is natuurlijk wat anders of je, daarom heb ik ook gezegd, uiteindelijk denk dat je meer hebt aan prikkels voor mensen, waardoor het bijvoorbeeld minder financieel aantrekkelijk wordt om lang te werken, dan dat ik dat ooit aan iemand zou gaan... Maar los van de vraag of je dat verplicht doet of dat je mensen met prikkels dat zelf laat beslissen. Het punt is, het is een verspilling van talent in dat geval. Nou ja, dat hangt natuurlijk vanaf. Je kunt je afvragen of het nut van opleidingen en studies alleen moet worden afgemeten aan het economisch rendement wat het oplevert. Ik denk dat we een neiging hebben dat heel sterk te doen tegenwoordig. Terwijl ik denk, een opleiding zou ook andere doel moeten hebben. Je kunt je wel afvragen of mensen die van plan zijn om later minder uren te gaan werken, of die er verstandig gaan doen, inderdaad zo'n opleiding te gaan volgen. Ja, dus daar moet je misschien wel een afweging maken van de maatschappelijke opbrengst en kosten daarvan. Tom, weer op regio. Ja, de arbeidsplicht die is er volgens mij al verdergaand. Ja, dat zegt het wel. Als die niet al bij wet geregeld is, is er wel een soort moreel iets aan het ontstaan van die arbeidsplicht. En het andere, ja, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want ja, hoe hoog je ook opgeleid bent, voel je nooit te goed om heel ander nuttig werk te doen. En dat is, misschien is dit wel allemaal, alles is in geld uitgedrukt als het gaat om uren. Terwijl... Net wat ik net zei over die zorg voor de medemens, die nu voor een deel uit het betaalde domein weer terugkomt in het informele domein. Ja, waarom zouden hoge inkomens of hoger opgeleiden daar niet hun steentje aan kunnen bijdragen? Maar trek het dan even los van de hoogopgeleid, laagopgeleid aspect. Een heel goede schoonmaker die een aantal uren gedwongen of vrijwillig gedwongen niet werkt, is er ook verspilling van energie? Ja, dat weet ik niet. Een tijdje terug, sorry, weer een voorbeeld. Maar eentje nog dan. Groningen? Nee, was Erasmus in Rotterdam bij het ziekenhuis, waar ze schoonmakers juist nu, die kwamen van buiten. Dus was een ander bedrijf wat dat leverde. Daar waren die mensen in dienst. En inmiddels was daar meer en meer een relatie aan het ontstaan tussen de Erasmus als werkgever en het individu van schoonmaken. En daar zag je juist dat die mensen individueel met bijscholing en omscholing juist in dat ziekenhuis verder in horeca en andere banen konden doorgroeien. Dus dat was juist heel positief, vond ik dat. Dus je ziet allerlei bewegingen, je ziet ook allerlei tegenstrijdige bewegingen in de discussie die we nu hebben. Ja, ik had nog even een algemene opmerking die bij me opkwam.
Dat we hebben het over status gehad. Hè, en de status die belangrijk wordt gevonden in deze maatschappij. Want dat is het volgens mij ook. Je kan ook zeggen van ja, het zegt heel veel over de maatschappij die we nu hebben. Hè, het systeem dat we nu hebben. Wat gezien wordt als status. Ik denk als iedereen zijn talenten die hij had zou kunnen ontwikkelen. En als die ook betaald zouden worden. Want inderdaad zoals meneer Tjeerd zei, dat het geld is de norm. Nou ja, of je moet een heel bekend kunstenaar worden, maar dan is ook weer geld de norm voor de status. Hè. Maar moet er iets niet veranderen in de maatschappij? Ik denk hierbij bijvoorbeeld ook aan Ken Robinson, die ook heeft gezegd van dat eigenlijk het hele educatiesysteem als het ware al gericht is op alleen bepaalde beroepen die passen bij in deze huidige in het huidige economische systeem. Hè. Moet daar ook niet vanuit de grond op, hè, vanuit die basis een verandering komen? Dat is mijn vraag. Ja, ik vind het een interessante gedachte. Kijk, is een probleem is aan de ene kant denk ik status, dat belangrijk is, is niet kenmerkend voor onze samenleving. Als je de boeken van Frans de Waal leest, dan zie je dat status ook belangrijk is bij de apen bijvoorbeeld. Dus dat is geen menselijke eigenschap. Waar je status aan ontleent, dat is inderdaad wel cultuur en tijd en maatschappij gebonden. En ik ben het ermee eens, dat zou zeer wenselijk zijn om dat in een aantal opzichten te veranderen. Het probleem wat ik alleen maar heb is dat ik niet weet wie dat moet veranderen. De overheid kan dat niet gaan afkondigen. De overheid kan misschien wel proberen met een of ander moreel appel te beïnvloeden. Uiteindelijk zal dat wel uit de samenleving zelf moeten komen. En daar is weer het probleem dat ik dat niet spontaan zie gebeuren. Dus ik ben het ermee eens, maar ik weet niet wat we ermee moeten. Nou, even heel kort. We gaan wel richting een afronding. Dus wel heel kort. Ik denk dat ten eerste de vraag is van moet het geld zoals het nu is blijven bestaan. We zien dat we in een systeem zitten dat zichzelf eigenlijk aan het opheffen is. Denk ik dat alle gerenommeerde economen zijn het daarover eens, zeg maar. Ga er maar op googlen. Ja, en dus als we dat... Als we de waarde niet meer uitdrukken in geld op een andere manier, als we ook lokaler gaan worden... He, waarbij iedereen, dan kan er heel veel veranderen. Er zijn de mainstream politieke partijen die zitten binnen het systeem. Maar als je verder gaat kijken zijn er zeker hele goede initiatieven. Ik noem het Transition Networks bijvoorbeeld in Nederland van Rob Hopkins in Engeland. Wat al vrij veel steun ondervindt. En er zijn ook een enkele politieke partij die ook andere ideeën heeft over hoe de samenleving kan worden ingericht. Ja, dat is een hele moeilijke. Goed. Even heel kort. Ja, ik wilde daar graag nog even op aanhaken. Want inderdaad, waar je het over hebt, is dat we heel erg in een economie van tijd en geld zitten. Maar het is goed om even te kijken naar welzijn en een stuk geluk. En ik denk dat er oplossingen zitten in meer creatief omgaan met de inrichting van die tijd. Zeg maar, we zitten heel erg in vaste stramine. Als er meer variatie komt, bijvoorbeeld ook het aantal uren wat je per week werkt bijvoorbeeld. En in het nieuwe werken zitten daar ook mogelijkheden bijvoorbeeld in het thuiswerken en daar flexibel mee spelen. Ik pak jouw welzijn en geluk even op, want, en dat is denk ik de laatste keer dat ik hier de trapje afliep. Want dat is denk ik wel een heel belangrijk punt. Welzijn en geluk, dat is voor heel veel mensen misschien wat allerbelangrijkste in het leven. Hoe ga je dat realiseren, Tom? Dat soort, wel zijn, ja, in zekere zin moeten mensen dat zelf realiseren. Ook dat ze daar een vakbeweging voor hadden. Nee, ja, zeker. Nee, wij komen versterkt terug. Maar ik begrijp dat wel. Maar dat heeft wel te maken met hoe waardeer je nou de kwaliteit van het leven. Ik ben het helemaal eens wat ik ook hoor. Alles is in geld uitgedrukt. Er is bijna niets meer in waarde wat niet in geld is uitgedrukt. Terwijl dat natuurlijk toch het allergrootste goed is wat we hebben. Ja, daar... Dat is het wezen van het zijn, zou ik haast zeggen, dat je dat mag hebben. En ik ben het er ook mee eens dat ons systeem van belastingen, van belasting op arbeid, dat we aan de vooravond staan, dat is wel een van de FNV-punten voor de komende periode, dat van die belasting op arbeid, dat wij vinden dat er veel te weinig belasting is op kapitaal in ons land, maar eigenlijk ook in de hele wereld. Mag ik nog één ding zeggen? Ik wil even afsluiten, Rutger. Want de historische lijn van minder werken die is onderbroken, heb je verteld. Mm-hmm. Gaan we die weer oppikken binnenkort? Nou, ik zat te denken,
als het op een punt gaat van, is dit onze eigen verantwoordelijkheid om bijvoorbeeld geluk of het goede leven of weet ik wat te zoeken. Dat is een beetje de standaard filosofie van de afgelopen 20, 30 jaar. Hè? Dat je je leven op eigen kracht kan vormen en dat je dat zelf kan bepalen. Ik denk dat dat in heel veel opzichten een denkfout is. En dat als we opnieuw gaan nadenken over wat het goede leven is in de 21ste eeuw, waar die Skidelskys ook toe oproepen, dat dat in heel veel opzichten collectief moet. En dat dat ook in heel veel opzichten moet beginnen, niet zozeer door te zeggen met het doen, hoewel ik dat heel sympathiek vind, bijvoorbeeld aan allerlei lokale initiatieven zoals de transitiebewegingen, weet ik wat allemaal. We moeten ook leren waarderen wat de kracht van ideeën zijn. Alleen al het denken, maar kun je geluk collectief organiseren dan? Een gelukkig collectief? Ja, ik vind kun je geluk collectief organiseren? Nou, ik ben niet geïnteresseerd in geluk, eerlijk gezegd. Geluk vind ik zo'n woordje van gelukseconomen. Je kan ook gelukkig worden van permanent aan de druk zitten. Dat maakt me niet zoveel uit. Ik vind dat we dat je echt een inhoudelijke politieke discussie moet voeren. Geef antwoord op mijn vraag. Ja, of we dat kunnen organiseren. Ja, natuurlijk. Ja, mensen zeggen tegenwoordig de samenleving is niet maakbaar. Dan denk ik, hè? Kijk om je heen. Hoe maakbaar wil je het hebben? Waar zijn we vandaan gekomen in de afgelopen twee eeuwen? Ik ben het wel eens dat we grote collectiviteiten nodig hebben. Ja. Oké, okay, mooi. Fijn, twee collectivisten aan tafel, gezellig. Paul, sluit jij je daarbij aan? Of, ja, zeker. Hup, nummer drie, op. Nee, naar mijn idee, en wat dat betreft sluit ik volledig aan bij Rutger. Hoe belangrijk het ook is dat we individuele mensen, burgers, vakbondsleden de mogelijkheid geven om eigen keuzes te maken, een leven naar eigen inzicht vorm te geven, eigen keuzes te maken, ook over het aantal uren wat je wil werken, moet je voortdurend realiseren dat mensen dat doen in een maatschappelijke context die een enorme invloed heeft op hun keuzes. En als je het opgeeft om die maatschappelijke context te beïnvloeden en zegt het is puur de verantwoordelijkheid van het individu, dan zullen de uitkomsten voor al die individuen waarschijnlijk heel anders, iets anders zijn dan ze gedacht hadden. Dus je moet als gemeenschap, als vakbeweging, als politieke partijen die collectieve context proberen te blijven beïnvloeden. En ik vind toch een beetje dat de vakbeweging op dat punt te veel naar geneigd om te zeggen laten we vooral het individu ondersteunen en daardoor een beetje die context uit het oog gaan verliezen. Ik zou zeggen, lees het sociaal akkoord maar eens. Laten we zeggen dat dit de famous last words waren. Want ik had Tom beloofd dat we om 9:30 zouden eindigen. Dat is bijna gelukt. Een paar minuutjes na. Goed, heel hartelijk dank Paul de Beer, Rutger Bregman. Heel hartelijk dank Ton Heerts. Dank jullie allemaal zeer voor de bijdrage. Dank jullie wel en op naar de volgende bijeenkomst. Hoop jullie er weer bij zijn. Dank jullie wel.